Hey, een hele goede dag allemaal. Net als altijd goed en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van smeltovenwinkel.nl. Voor alles wat echt heel heet mag worden. We hebben hier koper liggen. Koper is altijd goed. Want koper, ja, dat is zo mooi als dat gesmolten is. We gaan vandaag wat koper smelten. Dit zijn koperen buizen. En we hebben hier de smeltkroes staan. Die gaan we eerst even opvullen met dit wat kleiner materiaal. Als je koper efficiënt wil smelten, is het altijd fijn als je alvast wat materiaal in de kroes hebt. Dan kan er een poeltje ontstaan aan de onderkant. En het voordeel daarvan is, als je zo'n badje hebt van gesmolten koper, dan kan de rest daar heel makkelijk in bijsmelten. Vergelijk het maar, als jij een ijsklontje hebt en die leg je gewoon op de tafel, dan smelt die wel. Maar doe het in water, hoeft geen warm water te zijn, maar gewoon koud water, ook dan smelt die sneller. Dus vandaar eerst een poeltje maken. Dus dat gaan we doen met dit spul. Gaan we straks even indoen. Ga je ook maar meekijken. En daarna gaan we deze koperen buizen, die gaan we toevoegen. Wat ik nou heel vaak zie, dat is mensen die gaan dit allemaal klein zagen en plat slaan. En weet ik, dat is allemaal niet nodig, mensen. Nadenken. Ik hou koperen buizen het liefst zo lang mogelijk, zodat je die straks aan de bovenkant, als de oven gesloten is, gewoon hier aan de bovenkant kan invoeren. En dan zal die er langzaam gewoon inzakken. Nou weet ik niet precies hoeveel kilo dit bij elkaar is. Maar ik heb de mal klaar liggen voor een kilo of 3. Nou ja, ik weet niet of we daar aan gekomen. Maar ik ga in ieder geval de smeltkroes vullen. En dan gaan we een mooie koperbaar of misschien wel meerdere gieten. Zo. Probeer hem altijd mooi in het midden te zetten. Dat helpt zeker bij het later doorvoeren vanaf de bovenkant. Dan kom je ook recht in de kroes terecht. Zo, dit noemen we even de waakvlam. Nu gaan we lucht toevoegen hier aan de achterkant door de choke open te draaien. Dan zal eerst de vlam groter worden en daar overslaan in een blauwe vlam. De oven staat nog geen halve minuut aan en het is echt al heet aan het worden daarbinnen. Wat ga ik nu doen? Nou, allereerst wachten tot het koper gesmolten is. Maar in de tussentijd komt hier heel hete lucht uit en dat gaan we gebruiken om vast wat koper voor te verwarmen. Als het koper in de smeltkroes nu gesmolten is, kan ik dit toevoegen en hoeft het niet meer te verhitten vanaf, nou, laat zeggen 10 graden, maar is dit misschien al 800 graden. En dan smelt het natuurlijk sneller en ja, kost het minder gas om hetzelfde resultaat te bereiken. Efficiënt werken. Zo, we zijn 10 minuten verder. Alles is gesmolten en dan moet je zien hoeveel lucht erin zat. Wat een hitte. En je ziet ook, er zit bijna niks meer in. Maar er zit nu wel zo'n poeltje onderin, dus nu kunnen we vrij snel invoeren. Wat ik nu ga doen, ik heb de brander op 0,8 gezet. Die ga ik even op 1 zetten. 0,1.
gek, hè, die groene kleur. Nu is die gewoon weer geel. Als jij een geoxideerde koperstaaf hebt, zoals deze, en je doet die erboven, dan wordt die mooi groen. Maar die gaat er straks pas in. We gaan eerst gieten. De mal even goed verhitten, zodat er echt geen vocht aanwezig is. Je wil geen stoomexplosie, want dan knalt alles weg hier. Dat willen we natuurlijk niet. Dus we laten het even staan. Dan gaan we gieten. Terwijl dit afkoelt, of ja, minder gruwelijk heet wordt, hebben we nog een klein beetje koper liggen. Dan gaan we hier even toevoeren en dan gaan we verder gieten. Wauw, met die laatste gieting is die echt helemaal volgekomen. Dat is een baar van meer dan 4 kilo. Super gaaf. De oven staat uit, die laat ik nu afkoelen. Wat ik nu ook heb gedaan is de smeltkroes. Die komt uit een omgeving van zeg maar 1400 graden. Ineens in, nou het is nu denk ik 5 graden buiten, het is best wel fris. Dus daar schikt hij zich enorm van, maar hij zit gevuld met het koper. Dus dat houdt de kroes heet. Als het koper eruit is, maakt de lucht hem heel snel koeler. En dan kun je thermoshock krijgen. Dan kan er een scheur ontstaan in de kroes. Dus ik heb nu teruggeplaatst in de kroes. Dan gaat hij samen met de oven gaat die rustig afkoelen. Wat ik wel heb gezien, en dat is misschien wel interessant, dat is dat de randen van de oven, dat kan ik beter laten zien als het koel is, maar ik kan even laten zien. Boah, het komt wel een hitte vanaf. Die zijn, je ziet het aan de deksel ook, zitten plekken tussen. Die zijn niet meer afgeschermd door het overcement. En het nadeel daarvan is, want het overcement die zorgt ervoor, die zorgt voor twee dingen. Voornamelijk zorgt het ervoor dat de wol, de keramische wol, wat schadelijk is voor jouw longen en ook voor alles om jou heen, dat
bedekt blijft en dus niet zomaar overal terecht kan komen. En de andere reden is dus, omdat je die wol afdekt, vervliegt het niet en gaat het langer mee. Dus dat zijn de twee hoofdredenen om dat te gebruiken. Je ziet dat er wat schade op zit. Ik ga dat later in de volgende video nog beter laten zien. En dan ga ik ook nieuw oversment aanbrengen. En laat ik zien hoe makkelijk en ook hoe goedkoop dat is om je oven nog veel langer mee te laten gaan. Ondertussen krijg ik hier wel een hete reet, want moet je kijken, heel die mal is gewoon rood gloeiend. We laten dit nog een klein beetje afkoelen en dan gaan we hem eruit halen. Nice. Prachtige dikke baar. Ja, die twee baren gaan we natuurlijk even mooi oppoetsen. Hè? Dan krijg je die prachtige rosé-goud koperkleur. Ik wil even twee dingen laten zien. Eén, dat is hier deze vorst wat hier op de gasfles zit. Dit is natuurlijk de helft. Dus de fles zit nu tot deze rand gevuld. Dus dan kun je mooi aflezen ja, hoeveel gas er nog in zit. We gaan nu de gaskraan dicht draaien. Dat doen we hier, bovenop. Draai hem helemaal dicht. En wat we dan doen we nog één keer... de gaskraan hier open, want er zit altijd in de leiding nog een klein beetje lucht. Of een klein beetje gas. Zo, dat was dat. En nu kunnen we rustig af laten koelen. Je kunt nog zien, we zijn echt een minuut verder, dat het echt nog ja, helemaal rood gloeiend is. Het is nog mega heet. Even zo gedaan, zo. Dus nu laten we alles hier afkoelen, opruimen en dan gaan we die baren mooi schoonmaken. Ja, zo zie je heel even een beetje borstelen en moet je eens kijken, joh, die prachtige rosé goud koperen kleur erop. Echt super mooi. Nu krijg ik regelmatig vragen van mensen die zeggen, ja, waarom doe je dit nou? Is dit nu... Zo, in deze vorm meer waard dan bijvoorbeeld gewoon in die pijpen. En het antwoord daarin is zeg maar tweeledig. Aan de ene kant koper is koper. Dus in principe het gewicht wat die pijpen waren is nu gewoon wat geconcentreerd. En het is nog steeds hetzelfde koper. En als jij naar een metaalrecycling gaat, dan zul jij voor dit koper echt niet meer krijgen. Ze zullen eerder twijfelen wat jij hiermee kon doen. Zit hier misschien niet een stalen balk in verwerkt, dat het alleen een buitenlaagje koper is. Dus ze zullen dat echt goed checken. Maar in principe zul je bij de metaalrecycling nooit meer dan de koperprijs krijgen. Wat wel zo is, als jij een particuliere koper hebt, een particuliere koper voor koper, dan kun je er wel veel meer geld voor krijgen. Kijk maar eens op de website van bijvoorbeeld 101munten.nl, daar zie je ook koperbaren. De prijs daarvan ligt rond de 30 euro per kilo en dat is nou best wel een stuk meer. Je hebt dan uiteraard proceskosten. Je hebt het koper zelf, dus het materiaal. En je hebt natuurlijk de garantie dat het 999 koper is. Nu durf ik mijn hand niet in het vuur te steken dat dit ook 99 koper is. Maar het is wel een heel hoog gehalte. Ik denk echt wel 98%. En als jij de juiste koper vindt, dan kun je voor zelfgegoten mooie rechte baren zoals deze toch zeker wel rond de 20 euro per kilo krijgen. Maar goed, daar heb je dus een hoop spullen voor nodig. Je hebt de oven nodig, je verbrandt gas. Het is ook gevaarlijk. Het is een aardig risico wat het meebrengt. Het kost natuurlijk ook gewoon tijd. Dus als jij er wat in wilt investeren en je wilt er wat tijd in kwijt, dan kun je er iets mee verdienen.
We kijken nog even naar de oven. Die is een beetje afgekoeld. Als ik hier met mijn hand in ga, we zijn nu echt al denk 2 uur verder, is die nog wel behoorlijk warm. Maar ik wil even laten zien waar het hier misgaat. Je ziet hier de wol helemaal open. Hier in deze rand vooral. Dat betekent dat ik met de in- en uithalen van de kroes of van metaal dat ik daar aan getikt heb. In het deksel zie je het hier ook heel erg. Het nadeel hiervan is dat dus langzaam de wol wegbrandt en dat komt in de lucht terecht. En als jij erbij staat, ook in jouw longen. Dus dit wil ik niet. Dus ik ga binnenkort dit allemaal opnieuw insmeren en dan ziet hij er eigenlijk weer uit als nieuw. Maar goed, dat is voor een andere video. Heb jij nou thuis ook koper liggen, maar heb jij geen plek om te smelten of vind jij de aanschaf van al die spullen toch wat te gek? Hey, dan kun je contact met mij opnemen. E-mailadres staat hieronder in de beschrijving. En wie weet kunnen we een afspraak maken voor het smelten van jouw koper. Nogmaals, hartelijk bedankt voor het kijken en we zien elkaar de volgende keer weer. Tot ziens!